Dikke vette rits. Mensen, welkom. U denkt, Koen, waarom is je stem zo slecht? Ik heb echt geen idee, man. Ik denk dat ik dood ga of zo. Ik voel me niet helemaal 100. Natuurlijk wel. Ik ben geen mietje. Ik ben nooit ziek. Lieve hutsvriendjes en hutsvriendinnetjes, vandaag zijn wij hier met een gloednieuwe video. Want ik ben namelijk ergens achtergekomen. Ik was net bij FC Rauli beneden. En het blijkt dus dat op het moment dat je naar vriendschappelijke wedstrijden gaat, dat je gewoon allemaal verschillende dingen kan doen. Maar daarvoor hebben we natuurlijk een team nodig. En mijn team, jongens. Jullie weten hoe slecht ik was op FIFA. Even een kleine throwback. Oh, dan gaat MLP. MLP, doe je. Oh, wat is dit nou weer? Nou, ik wist hij gaat afleggen. Nee, zit ik hier nog aan. Ah! Zo kom ik nooit in de Weekend League. Maar ik zweer het je, ik heb nu een team. Ik heb gewoon goud 1 gehad in de Weekend League. Ik ben gewoon echt een beast. Gewoon 20-8. Ik had zo'n 2 potjes over. Ik kon helaas geen elite meer halen. Anders had ik dat zeker gehaald. Enorm huts. Met niks minder dan dit fantastische team. Boom! Ik had het team ongeveer ook al in de vorige video, maar toen net iets anders. Toen had ik Griezmann, maar die heb ik verkocht. Die kan eigenlijk toch, bij nader inzien moet ik even nadenken. Wat was het ook alweer? Geen reet van. Dat was het, ja, hij kan er echt absoluut geen reet van. Vind je dit nou een hutsteam? Doe dan een duimpje omhoog op deze video. Abonneer mijn kanaal ook niet beneden. Abonneer. Ga richting de 300k. We moeten nog 11.000 abonnees. 11.000, dat is helemaal niks. Dat is echt 2 dagen of zo. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet echt, helemaal waar. Maar ja, doe het wel en doe een duimpje omhoog. Laat een duimpje. Oh, sorry. In ieder geval, dit is mijn nieuwe spits. Zonnetje, Heung-min Son. Nou, hij heeft eigenlijk helemaal geen goede stats, nu ik het zo zie. Oké, dan ga ik gewoon niet het scherm erin doen. Anders denk ik eerder dat hij slecht is, maar dat is hij niet. Mijn nieuwe spits, Son. Oh mijn god, wat een fantastische speler. De beste Japanees uit het spel. Het is ongelooflijk. Voor de mensen die de Japanees meme niet kennen. Royalistic, jullie weten wel, die Fortnite-YouTuber die geen bandana draagt. Wel een tijdje droeg. Even een mindere periode in zijn leven, maar nu niet meer. Die pakte Son, wat ziek is. Fucking ziek. Maar hij noemt het een Japanees. Dan weet ik niet of dat een meme was in jouw vriendengroep. Of dat je gewoon echt dacht dat het een Japanees was. Ik mag hopen dat het gewoon een fout is en geen meme. Anders heb je echt kut memes in je vriendengroep. Ik zag alleen wel dat je op PC opende. Dat is jammer, want die kaart hebben we niet op ikwiltegroep.nl. Plays en Xbox kaarten wel. Ga zeker naar ikwiltegroep.nl. Dat is het linkje in de beschrijving. Laten we dan maar beginnen met een heerlijk potje. Hutspot. Wordt een hutspot. Lekker hutspot. Elke keer als de bal uitgaat, kan hij terugkomen als een geluksbal. Dit heb ik nodig in mijn leven. Dit heb ik echt absoluut nodig in mijn leven. Zou er iemand op deze wereld zijn die geluksbal speelt? Jazeker. Daar gaan we. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Helemaal niks mis mee. Een potje geluksbal. Lekkere geluksballen. Waarom is dit er zo'n ding achter? Ik heb het dus nog nooit gespeeld, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Wat is dit? Hij heeft een pass boost. Oké. Passing is nu heel goed, blijkbaar. Oh, dan moet ik niet de bal kwijtraken. Oh, passing, supergoed. Oké, dan gaat de bal dus uit en nu komt er dus een andere boost. Dribble boost. Oké. Oh, elke speler dribbel. Waarom? Oh, mijn god. De fitness glitch is gefixt. Nee, ik heb zo weinig fitness. Oh mijn god. Dit meen je toch niet? Dit meen je niet. Moet je mijn spelers kijken? Die hebben helemaal niks. Dit is triest. Oh, ah. Kijk die fitness van Sissoko. Die is bijna dood. Dit is Son. Schotboost. Boom. Goal. Ik zweer het je mensen. Son is zo goed. Oh, wacht. Dan gaan we het nu hierna nog even eten. Alsof het niet met schotsboost is. Oké, daar komt Son. Bam! Zo, die zit er lekker in. Wat een lekker doelpunt, zegt Sonnetje. Die schiet echt hard, jongen. Ik zweer het, koop hem. Dit schot is wel vrij hard, hè? Holy shit. Die fitness. Oh mijn god. Maar is het alleen een geluksbal of is dit overal? Is er misschien ook een fitness boost? Zou ik dan wel weer fijn vinden. Graan, Son. Jij hebt fitness als enige. Niet geblesseerd raken. Boom! Sonnetje, wat een speler. Wat een wereldspeler. Sonaldo 2-0. Lekker zeg. Die is goed, hè, die Son. ZTCP, je staat echt helemaal nergens. Dit staat echt nergens op. Ah, hij blokt zijn eigen speler. Oh my god. Ja, nu heb ik toch wel een probleem. Kijk hoe traag die Ramos is. Die Ramos is traag. Oh nee, ik trap hem neer. Maar hij scoort hem gelukkig. Anders had ik rood gehad. Oké, beter hij scoort. Als iemand weet of de fitnessding gefixt is, dan is het Raoul wel. Dus ik heb zijn informatie nodig. En vooral volgens mij tegenwoordig zijn meldingen van WhatsApp uit. Kijk, ik heb dus laatst mijn meldingen van Instagram en Snapchat uitgezet. Want ja, ik ben zeg maar dusdanig populair. Dat BAM! Son! Zonder schotboost, wat is hij goed? Maar ik ben dusdanig populair. Dat zeg maar. Ik krijg echt elke minuut melding. Maar je WhatsApp-meldingen, kom op, hé. Hey. Kom aan. Oh mijn god, goals stellen nu dubbel. Dubbele goals, dat meen je niet. Kijk, die fitness van Sissoko. Oh mijn god. Nee, nee, weg. Oh, dit staat toch wel helemaal nergens op. Penalty zeker. Oh mijn god. Maar nu komt er wel een andere ding weer, toch? Dus geen schotboost. Dan heb ik nog kans om de penalty te redden, hoop ik. Ik had 3 penalty series in de weekend. Ik heb ze al 3 gewonnen. Ah, en 1 keer goal. Oh, wat lekker. We gaan naar links. Bam! En hij schiet die bal toch een partij over terwijl hij dribbelboost heeft. Wat nergens op slaan. Want dit was zeker schotboost. Ik heb een probleem. Ik heb een groot probleem. Ja, dat dacht ik al. Oh, ik tik hem net naast zelf. Hoe scoort hij een corner? Wat is dit voor onzin? Corner. Wie scoort er nog corners tegenwoordig? Moet ze ook even wisselen, want ik heb wel Poekie op de bank. Ja, Poekie. Super Poek. Oké, mensen, we hebben een klein probleem. We hebben een klein logistiek probleem.
Mijn spelers zijn helemaal kapot. En dan bedoel ik, zeg ik helemaal kapot, maar dat bedoel ik echt, echt, echt helemaal kapot. Kijk, als je dit zo ziet, dat ziet er dan toch niet heel best uit, hè, moet ik zeggen. Son heeft nog wel genoeg. Kunnen we even kijken, halen we Dembele eruit. Oké, okay. We hebben in ieder geval 3 spelers met fitness. Dat is mooi. Jongens, ik ben dus aan de kapper geweest. Ik heb er nu niks in zitten. Maar het is wel mijn nieuwe hupskapsel. Nee, nee, nee. Oh mijn god. Schotboost. Boom. Pookie. Yes. 2-5. Natuurlijk. Pookie, wat een spits. Ja, niet zo goed. Soms natuurlijk onze fantastische Japanees. Maar toch wel een aardige speler. Mbappé. Bam. Goal. Jawel. 2-7. Wat een wereldgoal van Mbappé'tje. Yo mensen. Welkom. Awar. Bam. Is hij naast? Bam. Sim maximum. Die heb ik trouwens de hele weekend niet gebruikt als super sub mensen. Dat was echt top. Nu hebben we een probleem. We hebben hier wel een klein... Die man die... Kijk hoe traag hij is. Hij heeft een snelheidsboost. Knap van jou. Echt goed. Goed van jij dat je ook scoort met 1. Nu staat 3-7. Heb je helemaal niks aan. FC Roel. Ja, luister. Dit weet jij. Is de fitnessglitch gefixt? Nee. Ik heb een probleem. Nee, je house rules wel. Echt? Ja, maar dat is altijd zo geweest. Oh mijn god. Dit is niet gefixt. Al mijn spelers hebben nul fitness. Bij house rules is het zo. Nee, Sim Maximum heeft veel fitness. Ja, maar die is op de bankie. Het is echt triest. Ik kwam dus achter. Mijn spelers waren zo traag. Besef hoe slecht deze tegenstander is. Dat is ook de eerste keer dat ik house rules ging doen. Iedereen zo'n klein balkje. Maar ja, sommigen hebben dus echt helemaal niks meer. Maar ik moet zeggen, ik vind het een wonder. Want normaal waren ze echt, als ze de half hadden, dan waren ze al de hele tijd geblesseerd. En nu lopen ze gewoon rustig door de hele tijd. En je wint. 3-7, easy. En nu komt de toverbal. Lekker. Lekker. Mbappé, wat is hij snel. Wat het dus is, Roel. Ik wilde eigenlijk naar beneden komen met mijn camera. Maar aangezien ik geen SD-kaart meer heb, kan dat niet meer. Die ligt ergens in Benidorm. Boom, Son. Son Aldo, wat is hij goed. 3-9. Ik heb gewoon geen toverbal gehad. Wat ben ik goed, zeg mensen. Het is ongelooflijk. Dit is echt mijn jaar. Stel je voor de Weekend League zou met toverballen zijn, zou dit echt mijn jaar zijn. Nu ga ik de andere proberen. Hey, Rob, weet je waar ik dus net achter kwam? Al mijn spelers hebben dus 20 fitness. Ja, dat werkt als je dat... Oh, je bent het opnemen. Ja, ik ben het opnemen, ja. Deze dingen zijn echt leuk, maar daar telt fitness dus wel mee. Ja, maar ik vraag me dus af, op het moment dat ik nu dat ga doen met 3 spelers, krijgt hij dan ook 3 spelers met geen fitness van mij? Ja, als ik toevallig die 3 krijg, ga je iedereen geven. Ik ga gewoon iedereen geen fitness. Heeft maar drie wat is dat dan leuk, hè? Dan heeft hij, in plaats van een goed team, heeft hij 3 spelers van de fitness. Ja, maar jij hebt dan 8 spelers. Oh, dus eigenlijk moet ik gokken. Je moet eigenlijk 8 spelers fitness geven. Ja. Oké, dus ik moet dus 8 spelers fitness geven en dan hopen dat de andere 3 ongewisseld worden. Oké, ik denk dus dat sowieso MLP ongewisseld gaat worden, dus ik geef hem geen fitness. Ja, mijn keeper wordt niet gewisseld, nee. Toch? Nee, dus die heeft nu, hoeveel heeft hij? 99, prima. Rechtsback. Verdediging niet, hè? Nee, het zijn vooral wel te vaak de smaakmakertjes. Ja, de smaakmakertjes, hè? Okay. Son, Mbappé en Pogba. Hij juichen, jongen, dat die denkt... Wow. Ik ben klaar voor. Kom op. Jij vindt het ook spannend, hè? Ik vind het ook spannend. Ja. Kom op, huts. Alsjeblieft, huts mij. Oh! Son en Pogba, 2! Yes. Het maakt niet uit. Oh! Kijk, het geoot! Weet je wat ik nou leuk vind? Als je nu begint en die Nagy Williams, Thiago en die... Even kijken hoeveel fitness hij heeft, ja. die Son. Ja, wat is dit nou? Hij heeft gewoon full fitness! Echt? Wat is dit nou? Iedereen heeft gewoon full fitness hier. Hij heeft de bal nog niet gehad. Hè? Jawel, net, Son had de bal. Ik zweer het je. Ja. Wat een onzinspel. Okay. Maar ik vond het wel leuk om dit een soort van te doen. Ja, oké. Dat is leuk. Dankjewel. Jongen, mensen. Dit valt echt tegen. Ik dacht echt van, nu heb ik echt het meest hutste bedacht ooit. En nog goed gegokt ook. Want 2 van de 3 hadden we gewoon goed. Worden gewoon genakt hier. Wat op zich wel logisch is. Maar ja, aan de andere kant wel jammer. Ah nee, niet met Pogba. Oh, dat telt dubbel als hij scoort met Pogba. Thiago heb ik. Oké, Thiago is best oké. Je 5-6 kills. Ik vind het trouwens wel zwaar irritant dat ze die hessies aan hebben. Want EA, hoe kan je mij gele hessies geven als hij in een geel shirt speelt? Dat slaat weer precies helemaal nergens op. Oh, 2-0 achter. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik moet met Williams scoren. En die doet het ook gewoon. Ik schiet hem gewoon binnen. Oké. Ik schiet hem gewoon volledig hard, keihard binnen. Prima, niks mis mee. Ik vind het trouwens wel jammer dat mijn Japanees dus nu bij de tegenstander speelt. Toch een beetje landverraad. Goeie bal. Oh, Williams. Oh, Williams. 4-2. Wat is die vent goed zeg. Weg met die Japanees. Nee. Grapje. Ik vraag me trouwens af waarom die Pogba dat nooit voor mij doet, deze actie. Bij mij hutsen ze er nooit zo in, hoor. Nee, maar schiet maar bam. Oh, wat een paas van Thiago. Heerlijk. Terugleggen. Oh, wat doe ik? Broer, dit is zo vervelend met die hessies. Ik word helemaal gek. Dit is al net alsof hij bij hun speelt. Even serieus. Alleen die blauwe mouwen. Nee, wat doe ik? Wat doe ik nou? Oh. Jij had toch geel. Wegwezen jij. Soelen. Opgesoffermieterd. Geen buitenspel. Zeker geen buitenspel. Dan geef ik hem voor, want Dembele staat bij de tweede paal klaar om hem binnen te schieten. Boom! Jawel! 5-5. Heerlijk doelpuntje, al zeg ik het zelf. Hoppakee, wereldbal op Inaki Williams. Inaki Williams met een chip. Oh, nee! Hij trekt je hesje uit, man. Ga je nou eens lopen zeiken tegen je eigen team, Son? Ga je lekker? Japanees? Zou hij ook Weekend League zo spelen, mijn tegenstander? Hij heeft legit al 7 gele kaarten of zo. Door. Ja. Balletje op Inaki...
Hoe geef je die bal? Hoe geef je die bal, Mbappé? Hoe geef je die bal? Huijs-Williams, je bent sneller. En je bent beter. En je loopt langs de keeper. Nee! Nee! Oh, een scheids! Ref! Oh! Oh! Hoe doe ik nou? Nee. De Japanees. Mensen hebben verloren. Ik vind het echt een stomme game mode. Nou ja, gereed aan. Ik hoop wel dat jullie dit een leuke video vonden. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, kom hier beneden. Doe even subscriben en dan zie ik jullie bij de volgende video. Later! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er sneller voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.